Hallo allemaal, vandaag is het bij ons vrijdag actiedag en ik wil het hebben over een natuurgebied. Dat is een plas in Friesland, in het plaatsje Eesterga. En wat is daar aan de hand? Men wil daar een zonnepark op het water plaatsen en dat zou dan zelfs de grootste in Europa worden. Nou, nu is dat in die omgeving het enige natuurgebied, niet-agrarische gebied wat daar is. En ja, het is gewoon een heel mooi stuk van Nederland. En nu is er een stichting opgericht om die natuur daar te behouden, om die plas schoon te houden van een zonnepark. En zodat de natuur daar zo gang kan blijven gaan. Zodat mensen ook in de omgeving kunnen blijven genieten van deze mooie omgeving. Dus er is ook een website gekomen. En ik zal daar een paar dingen van citeren. Dat is van natuurplaseesterga.nl. En daar geven ze dus aan wat gaat er verloren. Nou ja, dus even kijken. Wat gaat er gebeuren? Het gaat hier om een flinke plas. Dat is 7 hectare. En ja, daarin zijn heel veel vissen. En daardoor ook heel veel vogels, insecten, karpervissers die genieten daarvan wat er te vangen is. En ze zeggen ook, het is een visuele tractatie voor fietsers, wandelaars, hardlopers en omwonenden. En ja, ze zeggen ook, de plas is de afgelopen 50 jaar slechts 1 keer dichtgevroren. En is dus ook in strenge winters belangrijk als fourageerplek voor vogels. Nou, dus dit is een voorbeeld van een stuk natuur in Nederland wat opgeofferd wordt aan renewables. En dit is dus iets waar wij ons kunnen tegen verzetten. En het leuke is dat ik dan in Zuid-Holland kan wonen, maar ik kan mijn stem laten horen wat betreft deze situatie in Friesland. En dat kan via de petitie. De petitie die ook de stichting via de website aanbiedt. En ik zal de link naar de petitie onderin de omschrijving van deze video plaatsen. Dus als jullie een paar minuten van jullie tijd kunnen nemen om dit te ondertekenen, om je stem te laten horen, hoe meer mensen, hoe groter het geluid en hoe meer druk er is om deze zonnepanelen niet op het water te plaatsen. Nu is het zo dat deze mensen die hier wonen, die hebben heel vaak zonnepanelen op hun terrein, op hun woning of schuur. Dus die zijn niet per se anti-zonnepanelen, maar die willen ook gewoon niet dat natuurgebied wordt vernietigd door het plaatsen van zonnepanelen daarop. Dus dit is weer een heel ander verhaal. Ik heb getekend, ik hoop dat jullie dat ook willen doen. Deze strijd voor het behoud van natuur overal in Nederland, die voeren we vierkante meter per vierkante meter. Dus wij moeten ons inzetten hiervoor. Iedere plek waar er iets aan de hand is, waar natuur bedreigd wordt, waar de leefomgeving, de ruimte verminderd wordt voor dieren, voor de natuur, daar kunnen we iets doen. Het zal stap voor stap moeten, project voor project, locatie voor locatie. En ja, zo zullen we het moeten doen. Tot er een groter en algemener geluid is, een algemener verzet is in de samenleving. Maar we kunnen een verschil maken door de moeite te nemen om te tekenen. Ook als er dingen lokaal spelen in jouw omgeving. Je hebt recht op inspraak vaak. Je kan contact opnemen met de gemeente, met bestuur. Gewoon, weet je wel, maak gebruik van een netwerk. En zorg dat je stem gehoord wordt als het gaat om behoud van natuur, want anders blijft er echt in Nederland niks meer over van. Dan leven we gewoon in één grote geïndustrialiseerde woonwijk en productiegebied. Dus teken de petitie in omschrijving, deel de video als je wil, deel de petitie in ieder geval. En ja, laten we hopen dat dit gebied beschermd blijft en blijft zoals het is. Oké, dat was de video. Voor vandaag, vrijdag, actiedag is het dan vandaag. En wie weet kunnen we dit vaker gaan doen en ons inzetten voor de,
voor de kostbare en kwetsbare natuur in Nederland. Was het voor vandaag. Zie je volgende keer weer. Fijn weekend.